Je hebt niks nodig bij Atletico, man. Je hebt benen en je hoofd. Dat is gewoon afzien. Je moet gewoon vechten, vechten, vechten tot op ten. Je voelt die pijn komen, maar blijf gaan. Dat is gewoon metaal. Dat zit gewoon niet in je hart. Gewoon. Rust tegen Rijk. Wat? Je moet 1 schoontje per 100 draaien. Eén schoontje draaier per 100. Een klein beetje draaier, niet veel. Kom maar, zeg je. Drie te draaien, dan maak je een klein beetje sneller. 22, 4 te draaien. De eerste 400 tot iets sneller, nou was het ideaal. Is goed. Zeg jij nog eens je gewicht, Isaac? 64. Okay. En lengte? 75, kan dat? 1,75 meter? Ja. Oké. Okay. Zo. Moet direct beginnen of moet 10 meter rusten? Nee, we gaan meten en we gaan zien wat we er straks dan op die tijd zetten. Ik loop heel graag. Als ik een dag niet loop, ben ik nog niet zo goed van. Ik moet lopen gewoon. In mijn Kenia ook, was ik altijd bezig met lopen gewoon. Ik zit goed bij het team als trainer. Dus, dat is een goede trainer. Perfect, 39. Ik vertrouw hem en hij vertrouwt mij, dus ik heb een goede band met hem. Dus, ja, ik train als vriend gewoon. En als ik Belgisch kampioen word, zal het de mooiste dag van mijn leven, denk ik. Voor mijn trainen ook natuurlijk. Hij raakt nog één tour, hè. Niet beginnen spurten op tijd, hetzelfde tempo houden, hè. Thomas, een meter 79 en 69,5. Thomas de Boek, dat is mijn ploegmaat. 2,55, 70. Hij kan wel graag, denk Thomas. Hoe is het geweest? Goed, goed. Hoe? Ja. Nog één keer seizoen. Nog één keer anders gedaan. En? Boom, 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 boom. Ah, sowieso is het. Nee, maar het is echt waar, super goed gedaan. Huh? Super goed gedaan. Wel wat zweet, zeg. Lekkere zweet, hè, Sjoe. Wist? Alles goed? Ah ja, goed, goed, goed. Allee, hang maar het wasken op, hè. Is goed. Ben... Heb je spellen? Hè? Heb je spellen voor in te steken? Nee, maar het gaat nog, hoor. Zoiets goed. Doe het maar. Als het niet meer valt. Ah ja. Maar... Oei. Ah, dat begint al. Het begint al goed. Maar jong toch? Ja. Je moet spellen steken, hè, manneke. Dat is te veel wind, hè. Veel wind, hè. Ja. Allee. Wanneer moet je nog een keer gaan lopen, hè? Alsjeblieft. Wanneer moet je nog een keer gaan lopen? Deze zondag. Nu zondag? Ja.
Dat is met de mama. Ik heb me nog al lang niet meer gezien. Werken, hè, werken, werken. Werken, hè. Ja. Maar niet de zaterdag en de zondag. Soms, ja. Soms wel. Soms, ja. Oh. Och ja. Dat is leven, hè. C'est la vie, zeggen ze. C'est la vie. In het Frans. Mm. Eerst goed was in Lennik. Eerst cross. Ik heb nog nooit cross gelopen, ik weet niet hoe het marcheert. Ik loop daar met mijn sjaal. Ja. Ik had kou, hè. Ik stond zelf nu op marcheerde spikes. Ik had nooit spikes aan. Dat was de eerste keer, ik zeg, wat is dat? Ja. Ik wist zelf ook hoeveel rond ook niet. Dat is denk ik 20ste of zo. Of 21. Ook geen 10 verschillende hoeken tegelijk willen observeren. Ja, je zei trainer, uw atleten trainen. Om goede feedback te geven, ga ik op 1 hoek mij fixeren. Een volgende oefening kan ik op iets anders mij fixeren. Ja, als ik kijk naar lopen, ja, en ik ga kijken naar de afstoothoek bijvoorbeeld. Als we ik ben iemand die heel actief was vroeger. Vroeger als atleet trainde ik 10 keer per week ongeveer. Ik was in de buurt echt bekend als een hele goede loper. Maar op Belgisch niveau stelde dat heel weinig voor in vergelijking met andere atleten. Ik weet heel goed, ik heb niet talent van Isaac. Zo wat? Stef? Uiteraard droomde ik wel van ooit EK's en zo, maar ik wist ook dat dat niet realistisch was voor mij. Allee, mirakels bestaan niet in atletiek dus. Een boy is goed. Ik denk nu als trainer 10 keer gemotiveerder ben dan dat ik vroeger was als toen ik zelf nog atleet was eigenlijk. Als ik Isaac echt kan begeleiden zoals het moet, dan gaat dat echt wel een hele grote kunnen worden. Dus wat kunnen we hieruit afleiden? Dat je eigenlijk al een heel goede basisscherpte hebt, maar dat je naar piekwedstrijden toe, dat je nog zeker wel een kilootje lichaamsvet kan verliezen. Ja. Dus dat je dat op een veilige manier kan doen. Maar ik zou zeggen, van als je die scherpte hebt, om dan nog een keer terug te komen, ja. Zodat we dan de vergelijking kunnen gaan maken. Het is een beetje dezelfde situatie als... €500, €1,25, €1,000, €2,40, €1,500, €3,45, €2,000, €5,05, €3,000, €7,49, €5,000, €13,25, €10,000, €7,20. Half marathon, 1:05. Marathon, 2:05.
En is dat lopen nog altijd met evenveel hoesting, jong? Ja, ik heb altijd de hoesting om te lopen. Ja, dat is belangrijk, hè. Je weet dat nog altijd, jong. Alief? Je eerste keer dat jij naar Huizingen gekomen bent met fietsje. Ah ja, in de winter, hè. Ja, in het begin, toen je naar de club gekomen bent. Hè. Ja. Eerst zo'n beetje verweest rondlopen. Hè. Ja. En dan zijn toch een paar mensen bij u gekomen. Hè. Ja, dat is... Om dan toch een keer te lopen. Of komen te lopen. Hè. Ja, in het begin dat was een beetje moeilijker, hè. Ah, hallo, Pita Zema. Ah, mzuri kabisa, habari ya masiku. Salama sana, nendelea. Ulikuwa utaikala ulipe pesa ngapi? Ulikuwa utaka 2000. Ah, 1800. Jilikuwa kutumia juzi. Na ile yenye kutumia juzi. Je blijft altijd je familie denken. Je gaat die nooit kunnen vergeten. Het zit gewoon in je bloed. Mijn mama naar die België komt. Zij was hier alleen. En ik heb eigenlijk 10 jaar moeten wachten om mijn papier te komen. Het is zo gemakkelijk om je mama zo al lang missen. Hè. Maar ja, je hebt geen andere keuze, nee. En dan heb ik mijn papier gewacht. Hè. En mijn papier was als een ander. En dan ben ik naar België gekomen. Ik voel me gewoon thuis. Dat is gewoon, ja, het land van mij nu, België. Bonjour. Ça va? Champion, ça va? Ça va, et toi? Oui, ça va. Ça a été la compétition? Ah, maintenant, dimanche, moi, je vais courir encore. Encore? Ouais. Non, c'est beaucoup la compétition maintenant. Non, ça va aller. Ça va aller. Mm-hmm. Faut être fort moralement, physiquement. Ouais. Tu veux garder le football hier? Yeah. Oui, Barcelone, Barça, et Bayern. Bayern. Ouais. Je suis très content là. Messi, il est trop fort ici. Ouais. Il a marqué 2 buts. 2? Ouais. Neymar aussi. Ouais, Neymar, ouais. Kampen en Bucky, niet weer kampen. Ai. Maar je wil een slechte tijd zijn. Oh, nee. Bam! 23 seconden, hè, Galawin. Nee, dat spel is ook niet realistisch. Dat spel is ook niet realistisch. 23 seconden. Bam! Ik zou nog kunnen winnen. Waar is hij mij voorbij? Net op de meet, ik zag hem afkomen. Ik wil eens. Hela. Hé. Was een porpen, hè? Rustig nu, zeg. Ik ga weer kapot, zeg. Je zei, wacht, je zit er weer op boven. Hij is verzuur, ja, ik kom. Ja, ik herder nu wel. Hij is vertrokken. Deze keer. Hij is vertrokken. Hij komt, hè. 2. Nee, ik kom, joh. Daar is Bucky rechts van. Je zei, rustig. Oh, dat is een close. Oh. Ja, ja, dat is ideaal. Deze tempo is ideaal. Hè. Nee. Oh. Die was net. Dat was niet. 200, joh. Oh,
Daarom ik zou echt proberen goed te starten en dan de eerste 2-3 toeren echt op gemakje proberen op te schuiven. Gewoon. Op het bergje, de laatste 2-3 toeren zou ik versnellen. Dat jij en Thomas echt die berg af echt voluit kunnen pakken en echt proberen het gat te pakken. En in het beste geval start de La Chimie weer gelijk een zot. Maar dat kun je nu ook doen, hè, dat je La Chimie een beetje laat... Laat hem gaan zo. Ja. Okay. En dat je hem een beetje alleen in de wind laat lopen en dat je gewoon op het gemakje met Thomas er naartoe loopt. Ja. Het is 7 toeren, dus je hebt wel de tijd van de wereld. Ja. Dus je spijk zit maar gewoon 12 mm. Niks speciaal. Die blauwe, ik heb die blauwe meegepakt. De nieuwe broek zit erin. Ja. Parcours, ça va, dat is goed voor u. Het is vrij snel. Ja, het parcours was... Alleen voor Thomas zal het iets minder zijn dan morgen. Bah, ideaal hoor. Dus, we zien wel morgen. Hè. Tijd in je bed nu. Morgen eten, nog een keer loslopen. Om 10:30. Is goed. Ik zal Jelina morgen halen en dan... Is geen probleem. En morgen een keer zot in een shaggy. Ça va, team. Geschiedenis schrijven, dat weet je toch? Ja, je bent de jongste als je wint, morgen. Ja, ja. Er heeft nog niemand voor u dat gedaan. Jeroen op jouw leeftijd was maar 8 of 9. Dus. Ja. Dus doe maar een keer zot morgen. Ja, ga zeker doen. Is goed. Hoi, shaggy. Zal ik eens aan mijn team. Salut, man. Yo. Ciao. Ciao. You got exactly 30 seconds before you're dead. Wait. Remember, I went to his place. Zus, ja. Doet dat goed, hè? Ik doe botten mee. Ik doe gewoon het gieten. Jammer. Ja. Heb je geen botten dan mee? Weekend, hè? Thanks. Tot ziens. Dag. Moet het vandaag gebeuren, hè? Belgisch kampioenschap, ja. Je hebt de kans om de hele Belgische kampioen te worden. Als je een kans hebt, moet je die kans niet laten liggen. Komt je mama nu, Shaggy? Komt je mama nu kijken? Ja. Om 12:30. Ja. Heb je dat soms niet? Als je moet gaan lopen zo, in slaap vallen zo. Ja, een beetje, ja. Ik weet niet, zo'n beetje moe zijn bedoel je? Ja, precies. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ook als ze aan het loslopen zo. Ja, ik snap wat je bedoelt. Plus, ik ga niet vooruit zo. Oh, maar dat is... Ik heb dat meestal als ik... Vroeger, als ik een goede voel had. Ja. We zijn er, man. Big day. Ja, het zal bijna beginnen, de show. Ik zou meer lange mouwen lopen. Heb je zoiets van Broeks? Dat van Broeks mee? Heel dat blauwe. Heel lange. Je hebt geen lange mee. Dat is lekker, maar ja, wil je dat? Ik ga kouden, man. Moet je erin hebben? Zal er eens straks zijn hier. Zit er ontspannen, Bucky? Ik ga geen stress, joh. Je ziet dat, Thomas? Het zou mooi zijn, hè? Moesten we samen op het podium kunnen. Dan gaan we dan met twee zeggen. Ja, als je goed vindt voor te zingen. Wat? Als je goed vindt voor te zingen. Nee. Ik kom hier, goed. Ook eindwinnaresse mag je al zeggen van het Lotto Cross Cup gebeuren 2014-2015. Ik loop slot vandaag. Nee, het is stress, hè. Waarom dat nu alles moet, hè? Vroeger was het een underdog, maar nu kijken ze allemaal naar.
finale à la Cross Cup et champion de Belgique. En dan een kijkje voor de avond over de Franse muziek. We zien dan ook. Buggy! Ja, dat is een keer zot, hè. Echt waar, duurt mijn agressie, loop. Je bent veel te bruin in je loop. Shaggy, vandaag ga je geschiedenis krijgen. Dat is verklaren. En geluid in de zon, oké? Serieus uit, Shaggy. Ik schap toch wel. Fuck, is dus nu wel sterker. Serieus uit, Shaggy. Ik heb echt van hem geen nacht. En ook nog bij Michel. Nee, nee, nee. Op de derde plaats. Inderdaad, bronzen medaille. Thomas de Bok. Olympique SME Halle.
tweede plaats Koen Lacht. En dan de nieuwe Belgische kampioen veldlopen 2015, Isaac Kimeri. Je hebt niks nodig bij lopen. Enkel je benen en je hoofd. Het is alleen de beginning, hè?